Elk jaar weer blijken dure auto's, scooters en brommers gewilde objecten voor dieven. In 2011 werden in de politieregio Gelderland-Zuid ruim 13% meer personenauto's gestolen dan het jaar daarvoor. In de politieregio Gelderland-Midden was dat bijna 9% meer. En alleen in Noord- en Oost-Gelderland nam het aantal autodiefstallen af. De vermoedens zijn dat toch vooral Oost-Europese benden daar auto's stelen. En vooral in het oosten van het land Gelderland wordt veel gestolen, ook omdat vlak bij de grens ligt. En men is dus snel weg. Dure Duitse auto's worden het meest gestolen en maar heel af en toe teruggevonden. Vermoedelijk omdat deze auto's op bestelling worden gestolen en rechtstreeks naar het buitenland gaan. Behalve het aantal autodiefstallen neemt ook het aantal woninginbraken, speciaal gericht op autosleutels, toe. Auto's zijn steeds beter beveiligd en zonder sleutel zeer moeilijk te stelen. En eigenlijk moet je twee dingen doen. Je moet je auto goed beveiligen, maar dan komt een keer de grens aan. Je zult ook je huis goed moeten beveiligen. Maar ook de sleutel bijvoorbeeld niet mee naar boven nemen, maar gewoon thuis in de, in de hal bewaren. Niet naar je bed mee toenemen. Men wordt professioneler en, en er is meer geld mee gemoeid. Tot en met november 2011 waren er in totaal 3064 diefstalgevallen in Gelderland. En daarbij ging het niet alleen om auto's, want ook snorfietsen en scooters zijn populair bij dieven.